Ik volg 8 Gelderse topsporters tijdens hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ik doe zelf ook mee. Ik heb zoveel respect voor jou. Want ik wil weten wat hun drive is. Mijn jeugdbankrekening die heet nog steeds Tokio 2020. Wat ze moeten doen. Want om 7 uur begin je dan met trainen. Ja, en dat is nog best wel een beetje uitslapen. En wat ze moeten laten om goud te halen. We zijn in Eindhoven bij Flying Dutchman Niels Korstanje. Hij is geboren in Nijmegen en doet in Parijs mee aan de 100 meter vlinderslag en de 100 meter gemengd estafette. We hebben geluk dat hij in Nederland is, want hij studeert en zwemt inmiddels in Amerika. En zijn leven bestaat uit niets anders dan schema's, schema's en nog eens schema's. Ik ben Niels Korstanje, ik ben 24 jaar en ik ben een zwemmer. Ja, eigenlijk staat alles wat ik in het leven doe, staat wel een beetje in het teken van het zwemmen. Ja. In Nederland is het lastig om een topsporter te zijn. Op de middelbare school was ik altijd een beetje het buitenbeentje. Ja, ik was niet normaal, laten we het zo zeggen. En uiteindelijk is dat ook mijn kracht, dat ik een beetje gek ben. Dat moet ook wel als je topsporter wil zijn. Nu zorgt het ervoor dat ik mij af kan scheiden van de rest eigenlijk. Dus in dat opzicht is het goed, maar op dat moment vond ik dat heel lastig. En toen ik naar Amerika ging, was er dus een hele groep jongens die, ja, die waren allemaal een beetje gek. Die waren allemaal zo bezig met topsport als dat ik was. En ja, dat paste wel heel erg goed. Hier woont al een tweevoudig Nederlands kampioen. Jullie kunnen binnenkomen. Mooi, dankjewel. Hoi. Hey Niels! Hallo! Dus dit is waar je woont? Dit is waar ik woon, ja. Mag even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom maar binnen. Ik ben nu net weer naar binnen aan het verhuizen. En die prijzen, pak je die dan ook iedere keer uit en in? Nee, die heb ik hier laten staan. Ik ben voor 3 maanden naar Amerika gegaan. Ik heb de kamer gewoon gehouden. Ja. Die staan hier mooi op de kast samen. Ja. Ja, prachtig. En nu ben je voor 8 maanden hier om je voor te bereiden op de Olympische Spelen. Ja. Ja, best klopt. Lang voor jou doen, toch? 8 maanden? Ja, dat is het langst dat ik in Nederland ben geweest sinds de middelbare school. Ja. Het lijkt me zo onrustig, jouw leven. Ja, het is wel inderdaad... ik moet heel veel wisselen van situatie. Maar daar krijg je op zich ook wel een beetje conditie in op een gegeven moment. Dan weet je wel een beetje wat je moet doen. Maar het gaat nooit vanzelf. Nee, ik moet nu nog echt wel even landen. Ja. En mentaal is het even lastig. Hè, het is toch een hele andere situatie daar dan hier. Ja, mis je dan ook mensen? Ja, ik mis wel mensen. Maar dat heb ik ook als ik hier wegga. En dan mis ik mijn familie en dan mis ik mijn trainingsmaatjes hier. Dus eigenlijk ben ik een beetje opgezadeld met eeuwige heimwee. Ja, ik heb altijd heimwee naar de andere kant, zeg maar. Ik ben 5 jaar geleden naar Amerika gegaan om te studeren en te zwemmen. Bij een college team. Dat is in Nederland is dat heel moeilijk om zwemmen en school te combineren. En dat was wel de drijvende kracht om toch in Amerika te kijken. Want daar zijn de systemen, zwemmen en topsport überhaupt. En school, die zitten eigenlijk bij elkaar. En de universiteiten daar, die hebben gewoon goede sportteams. En die sportteams worden gefinancierd vanuit de universiteit. En dat zorgt gewoon voor een heel goed systeem. En ook dat je het een niet zonder het ander kan doen. Want als je er niks van bakt in het zwemmen, dan moet je stoppen met school. En als je niks van bakt op school, dan moet je stoppen met zwemmen. Het is ook een ontzettend teamsport in Amerika. En in plaats van dat je dus echt voor jezelf zwemt, zwem je voor de anderen. Ja, daar doe ik het wel goed in. Ik merk dat als ik voor anderen zwem, dat ik beter zwem dan als ik voor mezelf zwem. Maar dan werk je ook van schema naar schema, lijkt me. Heb je ergens een kalender hangen of hou je dat bij in je telefoon? Nee, dat hou ik bij in mijn telefoon en mijn moeder die helpt me daar goed bij. Ja? Dus jawel, ik heb dat wel goed straight, maar dat moet ik inderdaad van tevoren wel heel erg goed doorhebben. En dan train je hier aan de overkant, bij het Pieter van der Hoge bad? Ja, het Pieter van der Hoge bad zwemstadion. Ja, precies. Jouw held? Ja, wel. Hij heeft wel de barrières doorbroken, zeg maar, voor Nederland in het zwemmen. Dus hij, dat is wel iemand waarnaar ik opkijk, ja. En als je dan in Nijmegen bent, bij je ouders, waar train je dan? Dan train ik in Zwembad West. Dat is een het zwembad waar ik eigenlijk... Nou ja, niet heb leren zwemmen, maar wel heb leren wedstrijd zwemmen. Eigenlijk daar ben ik opgegroeid. En daar zwem ik nu af en toe nog.
Hey, als ik in het weekend thuis ben of even tussen situaties in zit, tussen Amerika en Nederland. Ja. Hoe was Niels als kind? Was hij altijd al zo gedreven, zo fanatiek? Ja, Niels was altijd een fel mannetje. En een heel enthousiast mannetje, maar ook een fanatiek mannetje. Veel energie dus? Met heel veel energie, maar nooit vervelend. Dus altijd wel heel blij. Dus het was geen huilkind of zo, maar gewoon, ja, je moest er wat mee doen. Maar heb je toen al gedacht van dit is een bijzonder jongetje? Nee, want het was mijn eerste, dus ik had geen idee. Of hier zit een topsporter in? Oh nee, helemaal niet. Nee. Wanneer kwam dat moment wel? Dat moment dat kwam eigenlijk niet echt. Je groeit er eigenlijk in mee. En je ziet dat hij er heel fanatiek in is. En daar doe je dan aan mee, omdat je denkt van ja, dat is goed voor hem, het is gezond, hij vindt het hartstikke leuk. En hij werd er ook steeds beter in. Maar om even een voorbeeld te nemen, van de lagere school naar de middelbare school, was hij wel al heel serieus met zijn sport. En deed hij daar al heel erg veel voor. Maar hebben we er bijvoorbeeld niet voor gekozen om hem naar een speciale topsportschool te laten gaan. Omdat we zoiets hadden van ja, weet je, het is zoveel meer dan alleen de topsport. Hij vindt ook dat leuk en hij vindt ook dat leuk. Dus echt de topsport, ik denk dat je daar ook niet te vroeg mee moet beginnen. Want dat is al heel zwaar. En zo'n label voegt eigenlijk niks toe. Dus je voegt je een beetje naar wat, hoe zich het ontwikkelt eigenlijk. Het was nooit een plan. Zo. Ja. Hey, god Niels, ik ben nu eigenlijk al week af. Maar jij bent al heel vroeg begonnen, hè? Ik ben al vroeg begonnen, ja. Zeker. Want om 7 uur begin je dan met trainen. Ja, en dat is nog best wel een beetje uitslapen. Soms beginnen we om 6:30 ochtends. Ja, dan moet het voor school doen, ja. Bizar, ja. Dan moet je toch echt gigantisch gedisciplineerd zijn. Nou ja, dat is een keuze die ik heb gemaakt op een gegeven moment. En uiteindelijk is het mijn baan. Dus dan zorg ik gewoon dat ik het goed doe. Want op zich hangt best wel veel vanaf. Op de laatste WK heb je in onder de 51 seconden heb je de 100 meter vlinderslag gedaan. Ja, klopt. Maar die winnaar, dus de eerste plaats, die zat minder dan een seconde van jou af. Ja, dat klopt. Dat moet toch te doen zijn? Nou ja, een seconde is heel veel. Maar ik ga er alles aan doen om daaronder te komen. Ja, zeker. Maar als leek is dat gewoon heel weinig, een seconde. Ja, klopt. Dat denk ik. Ja, op 51 seconden is het nog 2%, hè. Dus dan, ik denk die 2% die is te doen, maar het wordt zeg maar per seconde, hoe harder je zwemt, hoe moeilijker het wordt om die kleine stapjes te maken. Maar hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat trainen? Hoe zorg je dat je sneller wordt? Dat ga ik met mijn coaches bespreken. Nu is de vlinderslag geen slag die je bijvoorbeeld tijdens je A of B diploma krijgt. Nee. Hoe ben je er in godsnaam op gekomen om dat te gaan doen? Ja, eigenlijk was het een beetje toeval. Ik was vooral veel bezig op de borstkrol. En ik probeerde mij op een gegeven moment te plaatsen voor de Olympische Spelen op die borstcrawl. En dat lukte niet. Want ja, er waren twee andere jongens in Nederland die konden dat net iets beter. Dus ik heb toen de 100 vlinder gezongen. Eigenlijk met de gedachte van, dat ga ik eens gewoon proberen. Toen zat ik heel dicht bij de Olympische limiet. En op dat moment dacht ik van, er is nog hoop voor mij met de Olympische Spelen. Dus heb ik dat jaar heb ik me eigenlijk gericht op die vlinderslag. En sindsdien ben je hooked. Sindsdien ben ik hooked inderdaad. Voor mij ziet die vlinderslag er heel ingewikkeld uit. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, wat je doet is je hebt dus bij de, zeg maar de borstcrawl, dat is degene die iedereen kent, ga je zeg maar arm voor arm. En bij de vlinderslag ga je eigenlijk tegelijk met je armen. Dus die vlinderslag, dan doe je eigenlijk, dan moet je in plaats van dat je in het water blijft liggen, kom je over het water heen. En dat doe je met je benen. En ja, dat is dus per vlinderslag overhaal maak je 2 vlinderslag kicks. En okay. Ja, zeg maar, als je dat ritme onder de knie krijgt, dan kan je dus precies 1 tik maken. En dan kom je er overheen. En dan maak je nog een tik en dan ga je naar voren. En ja, dan komt de kracht vooral vanuit je armen, waarbij je zeg maar doorhaalt. En dan ga je naar voren. Ja. Zullen we het eens proberen? Ja, is goed. Probeer anders eerst wat vlinder kicks te doen. Want je hebt borstkralkicks, dat is zeg maar om de beurt, hè, heen en weer. Ja. En de vlinderslagkicks, dat is echt zeg maar tegelijk. Als een zeemermin. Als een zeemermin eigenlijk. Okay. Ja, precies. Probeer het anders eens op je rug. Dan, okay. Dat is iets makkelijker. En dan moet je zeg maar, ik doe het wel eens een keer zo voor. Ja. Doe je het dan zo. Stik.
Tik, tik, tik. Oké. Nou, dan doe je dat dus op je buik eigenlijk. Nu gaan we dit op onze buik proberen. En dan ja, het is dus belangrijk dat je eigenlijk dit gebied, dat je dat strak houdt. Mm-hmm. Strak naar voren. Dus rompspanning, zo noemen we dat. Ja. En dan eigenlijk beweegt alleen zeg maar het onderste deel van je lichaam. Het is inderdaad het is wel een lastige slag. Het werkt of het werkt niet. En er zit geen tussenin. Wil jij hem eerst voor? Ja, is goed. Ik wil hem wel voor doen. Ik heb zoveel respect voor jou. Oh man. Nou, dank je. Dit is echt niet makkelijk. Nee, het is niet makkelijk. Ik kan het ook niet zo heel erg lang doen. Zeg maar, ik doe in een training doe ik zelden een 100 meter achter elkaar van in de slag. Dat betekent dat je je best wel moeilijk kan voorbereiden op zo'n speen. Ja, het is heel, heel efficiënt werken. Nu doe je natuurlijk ook mee met de 4x100 meter estafette, gemengd. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere tak van sport, lijkt me. Ja, dat is de gemengde wisselslag estafette. Je doet dus eigenlijk om zijn beurt doe je een 100 meter. En je begint met de rugkrol, dan doet iemand de schotslag, dan doet iemand de vlinderslag en dan doet iemand de vrije slag. Zouden we nu trouwens gedisqualificeerd zijn? Want jij tikt hem maar met één hand aan. Ja. Zag dat ik het idee, mag dit? Dan moet je met twee handen aantikken. Ja. Nog altijd Italië aan de leiding. Maar daar komt Nederland eraan met Kostanje die alles geeft. En vrijwel tegelijk gaan Marit Steenbergen en Sylvia Di Pietro te water. Nou, bij die estafette start ik als laatste. Ik neem over van Niels. En overnemen van Niels is wel echt gewoon, ja, ik weet niet, ik vind dat super leuk. Want hij zwemt vaak tegen vrouwen en dan zie je gewoon dat hij dichterbij komt. En ik start naast ook, vaak ook naast andere vrouwen. Dus dan weet je gewoon, oké, als Niels hier nu naast komt of hier overheen gaat, dan is er nog van alles mogelijk. Nederland aan de leiding en Nederland op weg naar de Europese titel. Als ik op dat blok sta en ik zie Niels echt vechten voor wat hij waard is. Ja, daar krijg ik gewoon echt een extra kick van. En dan denk ik, oké, ik ga het gewoon afmaken voor jullie. Dat is denk ik wel echt wat er door me heen gaat op zo'n moment. Er komt opnieuw een estafette goud aan voor Nederland. Daar is de aantik. 3:41.73. Weer zo'n vlijmscherpe tijd. Op de kant, Anne Kamminga, Kira Toussaint en Niels Kostanje. Aan wie heb je die medaille nog meer te danken? Ik heb het aan mezelf te danken en aan mijn teamgenoten en aan mijn coaches. Maar ook vooral aan mijn ouders. Die zijn er altijd voor mij. En mijn moeder die zegt altijd, ik heb twee schouders om op te huilen. Eén om te huilen van geluk en één om te huilen van verdriet. En ik gebruik ze allebei. En toen ik natuurlijk die estafette won, toen was het huilen van geluk. Ja. Maar soms zit er ook huilen van verdriet bij, want soms gaat het ook niet goed. Ik ben bijvoorbeeld heel vaak vierde geworden. Ik ben op de EK's, toen ik jong was, de EJK's, de jeugdkampioenschappen, ben ik in één wedstrijd 4x vierde geworden. En dat was wel een beetje pijnlijk. Ja, wat mij toch eigenlijk door die teleurstellingen heen heeft getrokken, is het de gedachte dat ik nog niet op een piek zit. En de gedachte dat andere mensen misschien wel op een piek zitten. En eigenlijk de drive naar, ik kan nog stapjes maken. Ik ben er nog niet. En misschien waren die vierde plekken waren daarom ook wel heel, heel waardevol voor mij. Omdat ik daar dus ook heel, heel scherp van werd. En heel, ja, het was echt fuel to the fire. Ja, dat zijn toch die medailles die ik dan niet haal. Dat is toch die motivatie, dat is toch die inner anger die ik dan, ja, ik wil toch op de top van het podium staan, ja. Hey! Good morning! Good morning! Good morning! Hi, Linda! Marco, dit is mijn oude coach. Marco, je hebt hem tot zijn 16e getraind en op zijn 8e kwam hij bij jou. Wat was het voor jongen? Heel erg gedreven. Wist precies wat hij wilde.
Ja, hij praat toen over de Olympische Spelen en wereldkampioenschap. Dus het hangt daar. Ja, het is mooi dat hij uiteindelijk ook gehaald heeft. Hij kent mij als een van de beste. Ja. Sinds ik een jongetje van zo groot was. Ja. Zag je meteen dat hij talent had? Ja, dat zagen we, ja. Een doorzettingsvermogen. Niels had altijd, mijn concurrent had hij altijd. Ja, concurrent. Ik zeg, kom op Niels, man. Zeg, heb je één concurrent bij jezelf wat dat betreft en een andere concurrent hebben we niet. Af en toe even doorheen houden, weet je wel. Want als je was zenuwachtig, maar op het moment dat het water in ging, was het, eigenlijk altijd ging het wel goed. Maar Marco, we moeten ervoor zorgen dat hij die gouden plakken gaat halen in Parijs. Ja. Moet hij even een seconde sneller zijn? Waar moet hij nou nog aan werken? Ja, ik denk dat je zelf wel weet dat die race moet helemaal kloppen. Ja. Normaal heb je wel eens een race erbij, of de start niet helemaal klopt, of de keerpunt niet helemaal uitkomt. Ja, ik weet zeker, als de race helemaal klopt, en dat weet Niels zelf ook, dan maak je gewoon een grote kans, weet ik zeker. Uiteindelijk dat doel om de Olympische Spelen te halen, dat is eigenlijk vanuit mijzelf gekomen. Dat is, op een gegeven moment dan ga je naar wat is de ultieme top. Dat is de Olympische Spelen halen, ja. En dat was op toen ik 10 was. Uitkwam dat de Olympische Spelen in 2020 in Tokio zou zijn. Dat was ook, dat heb ik mijn jeugdbankrekening. Die heet nog steeds Tokio 2020. En dat was toen op dat moment was dat mijn grote droom. Om in Tokio te zijn was wel vrij onwerkelijk. Sowieso vanwege corona, dat er geen toeschouwers waren. Dat was al een hele gekke situatie. Maar vooral de aanloop ernaartoe was wel een dream come true. Ik kwam ook wel een beetje in een... dat was wel een lastige fase. Want op een gegeven moment had ik me dus gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En ja, dat was eigenlijk al zo lang een droom van mij. En dat ik dat dan had gehaald, wat moest ik dan? Ja, ik moest inderdaad doortrainen naar de Olympische Spelen, maar op dat moment viel ik een beetje in een gat van, wat nu? Weet je wel, wat is nu mijn drijvende kracht? En dat is, op een gegeven moment dan hervind je je wel. Maar ik merkte wel dat toen ik dat haalde, dat doel, dat er viel wel heel veel van me af. Ja. Deed je wel eens benen- en slagcombinaties in? Nee, niet zoveel. Meer zeg maar opbouwen in power dingen en dan opbouwen in slag. Ah, ja. Power, hè? Sleutel. Ja, meer power. Alles power. Yes. Ja. Ik weet dat jij coacht Niels nu ruim 2 jaar. Nu is hij net terug uit Amerika. Moet je hem dan weer helemaal opnieuw kneden? Nou, normaal meer dan nu. Ik doe inderdaad 2 jaar nu. En de eerste 2 jaar als hij terugkwam, dan was het iets verder in het seizoen. Toen kwam hij wel in een iets minder goede fysieke staat terug. Maar hij is nu maar 2 maanden weg geweest. Dus maar is de training daar zo anders dan hier? Ja. Hij doet er veel intensiever, denk ik, trainen. En wat minder focus op de ruimtes in het lichaam die je hebt, vasthouden en benutten. En wat bedoel je precies met die ruimte in het lichaam? Nou ja, op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn arm boven mijn hoofd breng, dan kan ik op een gegeven moment, ik kan bijvoorbeeld niet veel verder dan dit. Maar ik wil eigenlijk dat je als stroom, dat je bijvoorbeeld helemaal daar kan komen. Nou, en op het moment dat je heel hard traint en dan relatief weinig oefeningen doet om die ruimte elke keer op te zoeken, dan kan het zo zijn dat je dan wat stijver wordt. En voor het zwemmen moet je wel soepel zijn. Niels, maar alleen even opletten met je oefening. Als je doorhaalt, schiet je een beetje met je arm naar binnen. Oh. En ik weet dat het voor vlinders nog niet zo heel veel uitmaakt, maar ook wel in het idee bij de borstcrawl. Yeah. Als je doorhaalt met de ene arm, dat je niet naar binnen schiet met de ander. Okay. Hou hem iets strakker dan voor je schouder. Ja. Waar train je het meest met hem op? Ik train, de slag is borstcrawl dat hij het meest zwemt. Dat komt omdat vlinderslag zijn specialiteit eigenlijk heel erg op borstcrawl lijkt. Qua beweging. En de vlinderslag is zwaarder. Er komt meer kracht bij kijken. Dus die doe ik dan wat minder trainen dan de borstcrawl. Dus ik train veel in borstcrawl. En ja, bij hem is wel, hij is een 100 meter zwemmer. Dus aan de ene kant moet je de snelheid hebben voor de opening. Echte snelheid. Maar ook het vermogen om het vol te houden op 2 baantjes. En dat tweede stukje, het vermogen om het vol te houden, dat is wel zijn uitdaging. Kostanje goed van het blok, helemaal onder in beeld. En ook de eerste 50 meter van Niels Kostanje zijn voortreffelijk. Keert als tweede in een tussentijd van 23:51. En wat houdt Kostanje het voorlopig goed vol? Nog 25 meter. Een finale plaats is in zicht voor Niels Kostanje als hij dit weet vast te houden. Hij ligt nog altijd zo op de derde, vierde plaats. Komt niet onaardig uit, wordt vijfde. Hoe kan hij dat uithoudingsvermogen zo goed mogelijk trainen? Ja. Ik train het uithoudingsvermogen wel vooral in het water door duurmeters te zwemmen.
Rustig duur zwemmen, maar ook intensiever duur zwemmen. En op het moment dat hij dan naar de wedstrijd toe gaat, en dan ga ik juist zijn wedstrijdspecifieke afstand, die 100 meter, heel veel trainen. Zodat hij ook echt oefent in die 100 meter om dat vol te houden. Wat zien we hier? Nou, hier zien we de start van Niels, die hij zojuist heeft gemaakt. En hij had natuurlijk meerdere starts gedaan. En dit is de eerste start. Hij vertrekt iets vlakker vanaf dat blok. Ja, en als hij dan in het water komt, zien we hier dat zijn benen best wel veel plat op het water komen. En dat vertraagt dan? Ja, dat vertraagt. Want je gaat eigenlijk van 5,5 meter per seconde, misschien wel 6 meter per seconde, haalt die snelheid in de lucht. En je raakt natuurlijk een hardere substantie aan. Hè. De dichtheid is groter bij water. Ja, en dan ziet dat als er dan plat met die benen komen, dan verplaatst hij heel veel water hier. Nou, en onder water zie je dus ook hier. Hij buigt best wel snel af. Maar je ziet vooral deze baan hier met bellen. Ja. En hier, dit stuk, dat het heel breed is. Mm-hmm. Ja, dus dit is allemaal weerstand hier. Ja, mijn achterste been is mijn rotbeen. Okay. Dit ziet er op zich wel oké uit. Ja, normaal gesproken ga ik ietsje dieper, hè? Ja, dat valt mij nu ook op. Is dat je benen iets meer weerstand hebben bij het in het water komen. Ja. Voelde je dat ook of niet? Ja, niet. Nou ja, ik voelde dat ik iets plat op het water kwam. Ja, precies. Ja. En dat zal een beetje hetzelfde zijn. En hoe vaak analyseer je dit nou? 1 tot 2 keer in de week doen we dit. Dan zien we hier al dat het veel meer erachteraan komt. Ja. En dat die bellen vooral daarin gaan. Ja. In die baan. En veel minder omhoog en veel minder hoog. Mm-hmm. En als we onder water kijken, dan zien we ook hier dat hij een hele smalle baan van bellen heeft. En dan zie je dat hij veel minder weerstand heeft. En daarmee uiteindelijk ook veel meer snelheid overhoudt in dat stukje onder water zwemmen. Ja. En daarmee uiteindelijk ook sneller start op 15 meter. Ja, en nu zie je dat je 2 keer net het steiler vanaf het blok vertrekt. En daarmee ook gewoon die snelheid beter vasthoudt bij het in het water komen. Ja. Ja? Ja. Oké, okay, mooi man. Nou, mooi. Top. Thanks. Nu moet hij nog een seconde winnen om goud te halen. Gaat hem dat lukken? Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar wat ik echt wel weet bij hem is dat er nog zoveel ruimte zit in zijn race en alles er ook omheen. Dus ja, waar we voor gaan is echt om al die ruimte die hij heeft te benutten. En dan zijn superveel factoren natuurlijk uiteindelijk bepalen of hij het wel of niet gaat halen. Maar daar gaan we voor en dat geeft ook echt de rust voor hem. In het proces blijven en dan knallen. Nou, we hebben nu een aantal dingen losgeoefend. Ik wil nu wel eens weten hoe snel jij echt bent. Oké. Okay. Zullen we even een potje tegen elkaar? Ja, laten we een race doen. Take your mark. Uh-oh. Shit! Hoe lang sta je, joh? Yes. Oh, joh. Ik ben gesloopt. Niels, 26,99. En Linda, 1 minuut, 5 seconden en 73 honderdste. Oké, Niels, ik moet nog even oefenen voordat ik zo'n mooie tatoeage van de Olympische Spelen op mijn rug kan laten tatoeëren. Ik wens je ongelooflijk veel succes in Parijs. Dank je. Thanks. En ga die 1 seconde inhalen. Ja, ga ik doen. Zet hem op. Dank je. Hoi, mijn naam is Marlies van Balen en ik ben dressuur-Amazone. En samen met Go Legend, waar ik nu op zit, en Habibi, ga ik er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs volgende zomer. En volgende week zie je ons in de aflevering van Linda breekt uit, het gaat Olympisch.